alles onder controle. Ja, een soort van, bijna. Het is echt familie Knots, echt. Ik zweer het je. We gaan nu zoeken naar een aansluiter. Dat is ook standaard ritueel hier. Ongeveer elke dag, elke ochtend. Ben je alles kwijt? Ja, nou ja. Hier zit hij dus niet in. Nou. Heb jij hem? Oh. Oh, dan heb ik twee t-shirts in mijn hand. Daar snap ik er echt niks meer van. Eentje was voor iemand die ik mee moest nemen. Jezus, dit is een S. Heb je hem of niet? Ik weet niet wat man en vrouw nu hiervan is. Echt zo graag. Nee. Oké, als jij daar heel kijkt, kijk ik even deze deur, ja? Als die open gaat, dan ging net weer niet open. Doet het hij nou dat er weer wat is? Ik heb geen idee. Oh, naar rechts? Maar iedereen moet toch nog mee? Oh, die zit al in die auto. Ja, hebben we iedereen? Ja, we hebben iedereen. Oh, sorry. Jezus. Nou, zweetuitbarsting. Nou, gaat het goed? Ja, alles goed. Nou, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Tour Manager. Een beetje een chaotische dag hebben we tot nu toe al. Maar het gaat goed. Het is ook voor het eerst niet in mijn auto. Want ik rij in de auto van Faya Laurens. Ja, dat is de gast van vandaag. Nou, ik ben mijn auto sleutels kwijt, dus we zitten in de auto van mijn vriend. Oh, we moeten dus nu echt weg. Ja, ja, want een beetje chaotisch. We zijn onderweg. Onderweg naar jouw lancering van jouw nieuwe kledinglijn. Kijk je ook nog naar de weg? Ik kijk ook naar de weg, ja. Ja. Het is helemaal veilig, okay, hoor, bij mij. Oké, okay, ja. Dat is goed. Kun je ja. Maar eten? Ja. Ja. Maar hoe cool is dat? Ja, jij bent gewoon een business babe. Aan het worden, ja. Ja. Naar in de wording. Ja, ben ik al misschien. Ja, wel een paar jaar. Ja, ik denk het wel. Ja. Je doet zoveel dingen. Ja, het is heel cool. Ja, het is heel cool. Nou, ik moet even ontspannen ook, want het was een beetje hectisch. Want we hadden bedacht dat we vanochtend ook nog even social media foto's gingen maken voor de brand. Omdat we merkten dat er toch een beetje tekort aan was. Uh-huh. En we moeten natuurlijk deze week knallen. Ja, want zo meteen staat de hele Nederlandse pers daar en dan moet alles op. Ja, en vanavond om 6 uur ga ik live bij Zalando en de Weekamp. Oh, cool, okay. En de Bijenkorf gaan we dan nu naartoe. Dus Bijenkorf en mijn eigen shop hadden dan pre-sale, zeg maar, als eerst. Ja. En dat is dan nu. Gaan we naar de Bijenkorf? Ja, we gaan nu naar de Bijenkorf in Amsterdam. En dan gaan we naar de Eindtunnel. Nee, in Amsterdam. En we komen hopelijk niet te laat. Nee. Ja. Oké. Allemaal thuis. Ja, ik hou hem vast. Jij schakelt. Je moet weer schakelen. En eten. Ja. Oh. Hey, dit wordt een hilarische aflevering. Dat voel ik nu alweer. Nou, dit is een beetje mijn rechter hersenhelft. Kijk, je hebt mensen dat al verteld met een link die veel meer in de linkerkant leven van de hersenhelft. En de rechterkant. Ja. De rechterkant zijn creatieve mensen, maar heel rommelige auto's. En je weet van, daar heb je een stukje van mee kunnen krijgen deze ochtend. Ja, het was. Maar het, ja, wel één grote familie of zo. Het voelde wel. Ja, we wonen ook met z'n allen in het huis. Ja, geweldig toch? Ja, maar ja, het kan ook. Ja, Gwendolyn die daar werkt bij mij. Ja. Die nu ook meerijdt, of die erachter rijdt. Ja. Die woont bij mij in het appartement bovenaan. Ja, geweldig toch? En die is management manager van mijn bedrijf. Ja. Dus, en nu al 15 jaar hele goede vriendin. Ja, maar dat is ideaal. Want dan heb je gewoon de lijntjes zijn kort. Ja. Ja, Lisa die me opmaakte is weer de vriendin van een hele goede vriend van mij. Ja. Die kwam een tijdje hebben. Lisa is inmiddels ook vriendin geworden. Dus we doen het allemaal met z'n allen. Dat is wel leuk, hè? Ja, en ik neem allemaal stagiaires altijd aan. Ik zit er ook een paar weg soms als mijn werk niet goed doen. Ja, maar dat hoort ook een beetje bij, hè, toch? Dus je bent echt gewoon. Ja, je bent echt wel een business babe. Ja. Je hebt begonnen in tenminste goede tijden, denk ik. Dat heel veel mensen. 21 was ik toen, ja. Dus dat is toch alweer een jaar of 5 geleden. De dag van gisteren weet ik het nog. Ja. Toen ik in de keuken van meneer Harmsen binnenkwam. Oh ja, meneer Harmsen, ja. Ja. Oh, geweldig, ja. Ja. Nee, maar wat heb je allemaal niet gedaan, man, in die jaren? Andere auto is wel een automaat. Ja. Is dat niet handiger, beneden, die achter ons rijdt, om daarin te zitten? Ja, nee, ik wil niet meer van auto verwisselen, maar omdat je dit nu aan het vasthouden bent en aan het rijden. Ja, het is niet heel makkelijk, maar je past gewoon aan, toch? Okay. Sorry voor de mensen die kijken als het een beetje rommelig is. Ik stuur met één hand, ik hou de camera vast. En, maar ik heb bijna mijn droge vis op. Oh, je droge vis. Ja, dus ik mag bijna meehelpen met sturen. Ja, ik mag vandaag op zich heb ik refeed. Dus dat betekent dat ik sowieso extra moet eten. Omdat ik zeg maar onder mijn caloriebehoefte eet, al nu 3 weken. Ja. Omdat ik mee ga doen aan een fitnesswedstrijd. Oké. En dan moet je altijd 1 dag in de week, of soms 2 dagen in de week, wat meer eten. Ja.
En die dag had ik dan nu gepland op de dag van de lancering. Omdat ik ook nog vanavond uit eten ga met de mensen die het hebben geproduceerd. Ja. De productie hebben gedaan en zo. Dus dat is voor mij een reden dat ik vandaag dat heb gedaan. Maar ik heb wel een beetje besloten dat ik dan niet zoveel heel veel suikers wil eten. Omdat ik dan de volgende dag weer zoveel moeite heb. Ja. Dus het is niet dat ik dan al 's ochtends begin met gevulde koeken en dingen. Want dan heb ik morgen weer een probleem. Nee, stop hoor. Ja. Paniek! Wat is er? Oh. En wij moeten tanken. Heb je geld bij je? Weet ik veel. Hier. Paniek! Daar in die deur zit de parfum. Parfum, mag even hoor. Okay. Nee, dat is een stick. Maar zit hier niks hoor in de deur. Je weet het. Waar ligt die dan? Wat? Oh, volgens mij zit in zijn tas. Welke tas? Nee, wat heerlijk chaotisch dit. We staan zo midden in, we staan wel Landsmeer, langs de weg. Parfum. Mensen zullen wat denken. Ik niet door het zoeken. Ja, oké. Okay. Best lekker kool die niet gebakken is. Dat mijn kool niet gebakken is, is eigenlijk gewoon een kwestie van, hoe noem je dat? Geen tijd. Ja. Dat ik nu een rauwe kool aan het eten ben. Ja, rauwe kool. Maar het is echt best wel lekker. Is het goed? Ja. Oké. Okay. Ja, oké. Nou, zo kan het ook, hè? Ja, toch? Een beetje veiliger. Ja, het kan prima hoor. Ja. Hé, hey, maar... Maar ik zie het zo gebeuren dat we ook nog eventjes hier zo last minute een... Oh, ik heb de deksel niet meegenomen van het bakje. Dat is niet zo slim. Oh, dat is ook wel handig. Igor heeft net zijn auto gewassen. Die haat mij echt met mijn bakjes eten overal. Ik zet hem toch even hier neer. Ik spijt me al wel echt van, joh. Ik heb het bakje niet. Oké, zo. Nou, we zitten. Ja. Ik hou hem wel vast. Niet, hè, zo. Ja, doen we. Maar het is een heel handig ding, maar dus alleen voor jou een auto? Ja, hij past bij mij heel goed. Okay. Maar bij jou even niet. Nee, ik zet hem zo even neer. Ja, prima. Oké, okay, nou ja, jij hebt veel gedaan. Ja. Natuurlijk ook Expeditie Robinson. Jeetje, hoe was dat? Dan ga je toch gewoon... Ik heb altijd zoiets, dan ga je toch gewoon dood? Nou, je gaat niet dood, maar je hebt wel honger. Ja, ik weet nu wel wat honger niet. Is. Je slaapt ook zo wat niet, toch? Ja, door die muggen misschien en die zandvlooien wat minder, maar je slaapt wel hoor. Ja? Ja, je wordt vaak wakker. 'S Nachts heb je dan van die geluiden dat je denkt, oh, wat is dit nu weer? Op een gegeven moment hadden we een keer bananen gevonden ergens, maar die waren helemaal groen. En je denkt, nou, groene banaan maakt niet uit, die kan je eten. Mm-hmm. Maar deze waren keihard, dus je kon ze echt niet eten. Maar ja, we hebben zo'n honger, dus hebben we er natuurlijk, we dachten, we gaan ze koken, we gaan ze bakken. Ja, we hebben alles geprobeerd, maar ja. Niks maar het werkte. Dus we dachten, nou, die bananen moeten toch in de zon, weet je, staan. Ja. Dus wij hebben ze natuurlijk op het plateau gelegd en in de zon, zoveel mogelijk. En 's nachts gingen de ratten omvechten. Maar die maakten een lawaai. En ik denk, wat is dat? Wat is dat? Waren ze gewoon om die bananen aan het vechten? Ja, nee, dit echt. En dan hebben we vieze, dikke, vette ratten, weet je wel. Dat soort dingen heb je daar. Ja. Maar ja, wel een ervaring. Heb je het ook gezien? Ja. Maar, nou ja, je draait. Je bent DJ. Ja, eigenlijk doe je van alles. Ik heb een beetje gekeken natuurlijk wat je allemaal gedaan hebt, maar... Ja, nou ja, ik probeer het nu wel te centreren tot draaien inderdaad. Ja. En Mama, en My Body Motivation. Ja? Als je muziek draait, draai je dan rondjes met de muziekplaat in je handen? Nee, dan doe je gewoon inmixen. Maar dat kan ik je wel laten zien een keer hoe dat moet. Ja, misschien wil jij ook wel DJ worden. Wel gezellig dat we een keertje met z'n drieën. Normaal zit ik altijd maar met één gast in de auto. Nu zitten we echt gezellig met z'n drieën. Ja, als jij... Die is normaal een beetje klein, een beetje cameraschuw, maar vandaag gaat het goed. Ja, dat... Het moet ook wel, want we gaan nu naar lancering, dus ik kan er niet omheen straks. Nee. Hey, maar dat hele ik zei het net al over de business babe, dat is natuurlijk allemaal een beetje begonnen natuurlijk met jouw eerste boek. Ja. Toch? Want dat is... Dieet, ja. Want ja, ik vroeg je al even eerder van, dat verwacht je toch ook niet dat dat zo'n mega succes wordt, maar jij zegt, ja, ik had het wel verwacht. Ja, dat is mijn strategie, hè, dat je gewoon dingen op je afroept. Het is gekomen bij het feit dat ik geloof dat als je iets heel graag wilt in het leven, dat het alles mogelijk is. Dat is natuurlijk gestart met goede tijden, slechte tijden, waarin ik ook dat op mijn 8e al riep, of volgens mij was het 12, hier naar rechts. En daar heb ik gewoon meerdere bewijzen van gekregen uit eigen praktijk. Dus bij mijn boek had ik ook zoiets van, toen ik eenmaal ja zei tegen de uitgever, oké, maar dan gaan we er ook 1 miljoen verkopen. Dus dat heb ik al vanaf dag 1 gezegd. En in het begin deden ze daar heel erg lacherig over. Maar op een gegeven moment namen ze me wel iets serieuzer toen ik natuurlijk naar 50 landen ging. Ja. En ook naar Duitsland nu en alle andere landen, gewoon veel landen. Maar nu de eerstvolgende is Duitsland in december.
Maar het is gewoon iets van... natuurlijk, het product moet goed zijn, het moet kloppen. Dat is de eerste waar je natuurlijk aan moet denken. Maar daarnaast ook visualiseren, erin geloven, geen beren op de weg zien en ervoor gaan. Ja. En echt gewoon een doel hebben en weten wat wil je omzetten, wat wil je bereiken, wie wil je helpen, waarom wil je mensen helpen. En eigenlijk alle dingen die ik doe nu, die zijn wel om andere mensen te pleasen, zeg maar. Dus met het dieet heb ik zoveel mensen laten afvallen en daar ben ik zo trots op, omdat ik daar nog dagelijks mailtjes over krijg met bedankjes. Je hebt mijn leven veranderd, 30 kilo, 60 kilo, 20 kilo, 18, 15, 5, 3 kilo, het maakt niet uit, mensen zijn dankbaar. Ja. Met draaien krijg je meteen die interactie met het publiek. Dus je ziet meteen van, oké, nou, die mensen vinden het leuk. Je bezorgt ze op dat moment een leuke avond, weet je wel. Dus dat vind ik heel erg belangrijk om te doen. Nou ja, en dan heb ik een shop en die is natuurlijk gespecialiseerd in producten om af te vallen. Maar ook boeken en proteïne en dat soort dingen. Daar help je ook weer mensen mee. Maak je ook meer mensen blij mee. En ook met leuke kleding tijdens het trainen, zoals we vandaag natuurlijk gaan lanceren. Ja, je hebt nu wel iets aan natuurlijk van je. Ja, ik heb de legging aan. Maar jij kan het nu niet zo goed zien. Een zwarte legging en een top. Het is eigenlijk natuurlijk sportkleding. Maar ik heb gewoon een hak bij gedaan. Een beetje een stoere hak. Omdat het natuurlijk een lancering is. Gewoon oorbellen. Ja. Maar wel ontzettend spannend dat het allemaal, zeg maar, allemaal gekomen. Ook mede door het succes van het boek, toch? Het was begonnen met een Instagram, toen een website en toen het boek. En door het boek kwamen er nu heel veel andere dingen. Ja, eigenlijk. Ja, nou ja, hoe te gek is dat? Dat je gewoon nu een waanzinnig goed lopend bedrijf hebt. Ja, dat is wel stoer, hè? Ja. Voor mijn 40ste. Ja, nee, maar er zijn weinig die dat kunnen zeggen, denk ik. Die gewoon zo vastberaden zijn als dat jij bent, volgens mij. Nou, weet je waar ik wel trots op ben? Ik weet altijd dat alles wel mogelijk is. Maar ik heb natuurlijk ook wel eens mijn downs gehad. En er is een periode geweest in 2010 dat ik echt niets meer had. Toen werkte ik al 4 jaar niet meer in de social... In de showbiz. En ik was met mijn ex. Toen ging ik uit elkaar. De vader van Shai die daar zit. En toen daarna... toen we uit elkaar gingen had ik niks meer. Want ik was gewoon afhankelijk geworden in die relatie. Dat was ook een hele mooie les. Hier dus rechtdoor. Ja. En toen had ik niks meer. En dus had ik, dat vond ik zo'n heftig gevoel. Dat je echt geen geld hebt. Of denk van, hoe ga ik de volgende uur betalen? Of, weet je, dat gevoel dat je denkt... Oh, maar bizar, ik heb dat best wel snel omgeweten te keren weer. Want ik blijf nooit zo lang hangen in wat niet fijn is. Ik probeer gewoon meteen weer ideeën te verzinnen. En te denken, hoe kom ik eruit? En dat best wel snel is gelukt uiteindelijk. Weet je. En dan niet gewoon geluk, maar echt succesvol. En dan denk ik wel eens eraan terug. Oh, dat ik daar huilend in dat bedje lag. En dacht, hoe ga ik muurbetaling? Ik moet mijn paarden wegdoen en mijn auto wegdoen. En dan ging ik dat natuurlijk allemaal meteen wegdoen. Want dat is allemaal materie en dat maakt niet uit. Maar je paarden, daar zit al je hart, weet je. En die moest ik ook wegdoen. Ja. En die had ik al wel 7 jaar. Ik heb er eentje teruggehaald toen ik weer geld verdiende. Ik had er zeg maar 2 weggegeven. Eentje was gesponsord, die had ik teruggegeven. Uh-huh. En eentje verkocht. En die 2 die ik had weggegeven, die had ik weggegeven met het feit dat ze het niet mochten doorverkopen, zeg maar. Oh, ja. En toen er eentje niet zo goed ging, heb ik hem teruggehaald. Die heb ik daarna weer een nieuw huisje voor gevonden. En toen kwam die andere ook terug, omdat die niet goed ging. En toen dacht ik, nee, die blijft nu gewoon voor mij. Tenminste, ik heb hem teruggehaald, omdat die gewoon niet daar goed verzorgd werd. En toen heb ik gezegd, nee, deze blijft bij mij. En die blijft nu ook voor altijd bij mij. Die ga ik niet meer wegdoen. Die heb ik ook van zijn vader gekregen toen ik 22 werd. Oh, dus dat, ja, die hoort gewoon in jouw leven. Ja, die blijft nu gewoon. Ja. Jeetje zeg. Dus je hebt echt de dalen en de pieken gekend. Ja. Wat dat betreft. Ja, is ook een beetje mijn leven. Dat heb ik geaccepteerd. Zo gaat het gewoon steeds. En, paardwedstrijden. Ja, ik deed een lange afstandwedstrijd. Ik heb zelfs mijn laatste wedstrijd gedaan toen jij nog in mijn buik zat, jij. Kijk. Ja. Jij zat in mijn buik en toen ging... En papa, jouw papa... Waar ben je? Ga eens even hier naartoe, dan kan ik je zien. Ja. Jouw papa was mijn groom. Weet je wat dat is? Nope. Dat is dat je dan zeg maar... Ik deed lange afstandwedstrijden, dus dan moest je van A naar B bijvoorbeeld. En dat kon 60 kilometer zijn. En dan tussen elke 10 kilometer stond er iemand met water. Een worteltje voor het paard. Kijken, weet je, of alles nog goed ging. Een watertje voor mij. En dat deed papa dan. En dan ging je met de auto ging je zo snel mogelijk. Want alle grooms, die dan ook de andere paarden groomen, die hebben dan hun eigen wedstrijdje onderling. Wie het eerst op de volgende pitstop, zeg maar, is. En dan ging ik altijd met papa bellen. En dan zei ik, waar ben je? Ja, ik ben er bijna. Ik ben er als eerst, weet je wel. Dan maakte hij daar ook weer zijn wedstrijdje van. Dat was echt mooi. Daar moet ik dan veel aan terugdenken. Zijn vader is onlangs overleden. En dan ga je wel aan al die mooie momenten die je met elkaar hebt gehad... Ga je over nadenken, weet je? Oh, en dat was echt ons ding. Dat samen die wedstrijden doen. En eigenlijk deed hij wel alles wat ik leuk vond. Ja. Ja. Jeetje zeg. En zo, eigenlijk ben je natuurlijk nog heel jong. Maar dan zoveel dingen al
gedaan en meegemaakt. Best veel. Ja, ja. Een ander maakt dat in zijn hele leven misschien mee. Ja, sommige mensen wel, hè. Maar over het algemeen heeft iedereen wel zijn dingetjes, denk ik. Nou ja, misschien jij net wat meer ook omdat je in de publiciteit staat. Dat wordt wat meer uitgemeten als er iets gebeurt. Ja, dat sowieso. Als er geen leuke dingen gebeuren, dan staat het wel overal in. Ja. Wil je helpen? Ik help je. Ik ga nog steeds goed, hè? Ja, rechtdoor. Nu alsmaar rechtdoor. Zitten geen vieze bacteriën op? Nou, mama's bacteriën zijn toch niet vies? Ja, want voor iedereen die aan het kijken is, we zijn dus bijna bij de Bijenkorf. Maar we zijn echt net op tijd, hè? Als we op tijd komen. Nou ja, we zijn er nog niet, hoor. Nee. Ik kom aangevlogen, jongens. Ik heb nog geen speech voorbereid. Dat wordt wat. Nee, maar dat doe je toch gewoon zo? Ja, ik moet even nadenken over de volgorde. Even kijken. De volgorde is eerst even nadenken, hoor. Dan vertel je even waar het is begonnen. Hey, heb je al een speech voorbereid, of niet? Nee, zal dat nu doen? Ik moet even nadenken. Dan hou ik al gewoon even mijn mond. Ja. Ja, kijk, het voorbereiden lukt toch niet, want ik ga het toch niet thuis mijn hoofd leren, want dat ben ik gewoon niet. Nee. Maar ik moet wel even de volgorde bedenken van het verhaal dat er een logica in zit. Ik zit even te denken, je bedankt eerst natuurlijk iedereen die er is. Ja. Voor de aanwezigheid. Dan moet je een stukje gaan vertellen. Nou, dan ga ik denk ik vertellen over dat ik een kledinglijn wilde beginnen. En hoe dat in het begin dus moeilijk ging. Maar dan vertel ik denk ik een stukje over hoe ik daarin insta. Dus visualisatie en dan. Nou, dan de mensen die ik ben tegengekomen die me hebben geholpen. Waarom ik denk dat je soms hulp nodig hebt. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk één onderdeel van je succes is dat je dus in ieder geval kan toegeven waar je ook niet goed in bent. Want als je denkt dat je alles zelf kan, nou, dan wordt niks. Waar ben jij niet goed in? Structuur, het designen van kleding niet. Ik weet ook niet, de laatste trends ben ik niet, weet je, dat is gewoon niet mijn ding. Mijn dochter helpt me daar nu heel erg mee. Ja, dus je hebt gewoon mensen om je heen die je daarin sturen. Ja, ik vind wel wat ik lekker vind zitten. Ik weet wel wat ik mooi vind. Dus het is wel wat ik mooi vind, dat wel. Maar ik heb ook bijvoorbeeld dingen die ik zelf niet mooi vind ertussen zitten. Ja, okay. En dan laat ik me gewoon adviseren, weet je wel. Want dat is wel... Maar het wel is vooral omdat het sportkleding is voor mij van belang dat het ook goed zit gewoon. Ja. Echt moet lekker zitten. Maar bijvoorbeeld dat. Maar ook het hele productieverhaal. Hè? Naar Turkije vliegen, naar China vliegen. Dat verhaal, ja, dat zou ik eventueel kunnen. Maar dan moet ik niks anders ernaast doen. Dan moet ik niet ook nog ieder weekend draaien. Een winkel hebben, een online winkel hebben, kinderen. Dat lukt niet. Dan moet ik dat doen, zeg maar. Net zoals Nikki dat doet en Maria en zo. Die doen dat. Ja, helemaal daarop richten. Ja, en dat wil ik ook niet. Dus heb ik een partner gevonden. En eigenlijk doe ik het zo met al mijn producten. Nou, we kunnen de Bijenkorf al bijna zien. Maar voordat we in de auto stapten, hebben we nog al even wat foto's gemaakt. Op Faya dan tenminste. Voor de social media en alle Instagram, Facebook, websites, et cetera. En dat is allemaal rondom jouw huis. Ja. Tussen de koetjes, hè, bijna. Ja, we waren eigenlijk de stad in, maar er was te weinig tijd. Moeten we nog wel even doen. Maar dat was wel echt even leuk geworden. Ja, we hebben het even rondom het huis gedaan. In de gym bij mij, nog even in de studio. Dus dat is wel leuk. Komt er nu even aan. Doe maar even tussendoor, hè. Kan wel even. Dat is wel mooi. En dan, kijk, dan moet ik gewoon dit aan de bovenkant, dan wordt het een beetje zo. Ja. Ja, en die andere vind ik ook wel mooi, deze. Die is zo mooi. Ja, hè? Ja. Oké, zie je? Je hebt gewoon geen camera meer nodig. Ik ga echt zo'n telefoon kopen. Ja, maar het is alleen voor die foto's. Ja. Als de uitslag misschien wel... Maar dit zijn even wat social media foto's. Ja, nou ja, dat is dus best een belangrijk onderdeel geworden van mijn bedrijf. Mijn social media kanalen. En we hebben natuurlijk een hele shoot gedaan voor alle kledingstukken. Maar je merkt toch dat je foto's mist dat je normale dingen doet voor je social media. Dus even op de bank liggen. Ja. Dus dat moesten we ook even snel voor aankomende maand foto's verschieten. Dus even gewoon met de iPhone. Niet te veel werk met de camera. Want als je zeg maar deze twee foto's met een fotograaf had gedaan. Had je daar je licht moeten goed zetten. Daar, dat duurt veel te lang. Maar het gaat perfect toch met de iPhone? Ja, dus je hoeft niet... Je ziet gewoon misschien de zijkant. Is het hier wat lichter iets? Ja, je ziet dan wel weer heel erg die flitser in.
is een slecht scherm, maar die is goed. Oké. Ja. Oké, okay, dan doen we nog eventjes op de bank of zo zitten. Zal ik dat doen met deze outfit dan? Ja. Boven met een boek of zo, of een blad. Of... Is het goed met je? Wil je die hoodie opzetten of is dat gek hier? Nee, ik zal het niet doen. Dan pak je het boek. Hier, als het buiten ligt. Het raam is irritant. Als het buiten ligt, is het goed, maar hier wordt het erop gemaakt. Deze nog het beste als je dit eraf knipt. Ja. En ze schrijft niet door, hè, deze? Nee, dat niet. Nee, even kijken hoor, want ik ben niet zo'n keihard snappen. Zeg maar, maar dit ding ook omhoog. Want er is een manier. Ja, je moet ook alles zelf doen, hè? Dat dit omhoog kan. Weet ik dus elke keer. Zit hier een dingetje? Nee, er was iets dat hij omhoog kan. Kijk, hij kan ook naar voren, maar hij kan ook omhoog. Maar. Maar ik denk ook dat hij van de zijkant of hij moet omhoog doen, dat hij met zijn hoofd. Ja, maar dan kan je dat vuurtje even maken. Kijk hoor. Maak ik wel even een aanblokje aan. 20 graden en we zetten de open haard aan. Ja, dat is wel alles voor social media. Ja. Ik ben niet zo goed in het vuur maken meer, dat denk ik Robinson natuurlijk wel leuk. Maar daar heb ik geen zin meer in. Met een aanmaakblokje. Dat is makkelijker, hè? Ja. Van het aanmaken, toch? Ja, je hebt het aangemaakt, dat heb je natuurlijk geleerd. Ja. Hoe je dat moet doen. Ja, dus het is eigenlijk voor de achterkant van de trui een beetje, toch? Ja. Of zo nog wel dat je een beetje mijn gezicht misschien ziet. Denk ik. Nee, social media is super belangrijk, hè? Ja. Tegenwoordig, nou, mijn bedrijf is begonnen met social media. Ja. Dus het is zeg maar groot geworden door social media. Dus ik weet als geen ander hoe belangrijk het is. En wat je een beetje gaat krijgen. Dus op een gegeven moment moet je oppassen. Dat heb ik ook wel. Dat ik moet oppassen dat het te commercieel wordt. Ja. Dus je wil wel commerciële foto's plaatsen. Zoals met je sportkledinglijn in dit geval. Maar wel van jezelf. Ja. Niet koop dit, maar wel een foto. En dat ze gewoon zeggen, hé, wat heb je aan? Ja. Ja, dat is een heel klein industrie. Oh, nee, natuurlijk niet. Dat is niet arm. Kijk even naar de posities, want dan weet ik beter hoe ik moet gaan zitten. Maar ja, dat is op zich wel mooi, alleen je ziet... Die is heel erg gekreukeld. Ja, je ziet mijn hoofd net niet, maar het is op zich wel een goede positie. Deze is ook mooi. Ja, die is wel leuk. Ja, maar die kan je knippen ook niet? Ja, ja. Oké. Okay. Is ook wel mooi, ja. We kunnen ook nog eventjes even die trap doen. Dan doe ik deze even uit. Ja. Hallo, niet trap wel, hier ook al te zien verlicht. Nee, ik denk dat hij hier al meer is. Heb ik slaap of zo? Anders kan je niet focussen, zeker. Jawel. Jawel, kan je even maken als kloon? Hey, ik kom ook even een uurtje bij hem lopen, zeg. Ja, die trap is geweldig. Kapot gaat. Nee, nou. Ja, gaat echt kapot met die. God. Ja, die trap is wel geweldig. Ja, maar je krijgt wel dat licht van boven. Kijk, dat vind ik altijd heel... Die is dan mooier. Dat is mooi.
Ja, deze is wel mooi, want die lampen zijn lelijk op je gezicht. Daarom heb ik dit hele mooie lampje, omdat ik me zo mooi wil voelen. Dan doe je dat licht gewoon uit. Dit wil ik echt niet ook niet op mijn lichaam hebben hoor. Want dan heb ik één kutfabriek in. Nou, voordat ik op het podium sta, die bikini wedstrijd, ga ik eerst onder dit licht staan. Zou ik zeggen, Benny, als ik onder dit licht geen kusjes meer heb. In je wasbak staan. Dan pas ga ik die wedstrijd doen. Want anders stel je voor dat daar een verkeerd lichtje staat op het podium. Oh mijn god, nou ik kom wel kijken. Ik kom sowieso kijken. Spannend. Maar die in de spiegel was wel mooi, toch? Ja. Ja, want hier wordt er weer korrelig omdat het ja, licht gewoon uit is. Nee, dus, maar die ene was goed. We kunnen er nog eentje maken daarvan. Ja, als je zo, ja, blijf zo staan. Misschien zie je niet in beeld hoor. Maar moest eigenlijk, dat ik dus in deze bak, want ik moest in het aarde zetten. Ik dacht, ja, waar haal ik nu weer aarde vandaan? Weet je wel? En toen had ik die moestuintjes dus gewoon hierin geplant. Dus ga ik nu even weer uitzetten. Maar dat denk ik al vergeten. Maar ik denk dat dit wel echt een moestuintje is. Ja, dat lijkt er wel op. Oké, okay, ja, dus gewoon hier neer. Dus Ik zou het liefst zo, zoals niet dat ik die bak niet wil, dat ik, als je hier voor komt staan, zeg maar. Hier dan niet je print en je doet mij echt niet, hè? Nee. Maar het is wel een beetje, ik zou eigenlijk meer die spijkerbroek met een trui doen. Ik vind hem ook wel mooi. Op zich, hij is misschien niet helemaal gefocust, maar weet je, dat is ook, we kunnen daar ook mee afwisselen. Ja. Sommige foto's wel focus, sommige foto's niet. Ik zou dat, maar je moet hem nog knippen, hè? Ja. Dus dit knippen we er dan af. Ja. En dit. Ja. Het niet meteen na te doen. Nee, ja, precies. Ja. Nee joh, daar let de mannen niet op. Nee? Nee. Helemaal niet? Nou, ik let niet op gelakte nagels. Ja, ik weet niet of maar vind je het er dan verzorgd er niet uit? Oké, een ander voorbeeld. Stel je voor, je ziet een vrouw en die heeft van die... De nagelak is een beetje eraf. Ja, dat is wat anders. Dat ziet er toch heel onverzorgd uit? Ja, maar zo aan je voeten, nee, dat valt er helemaal niet op. Oké. Nee. En ook met het huis, dat is een mooie... Van de voorkant is ook een foto. Ja. Kijk, die auto daar neer. Ja, ga in de deuropening staan, alsof je naar buiten wil. Andersom, ja. Koningin komt naar buiten, hoor. Alsof de koningin staat te zwaaien. Nou, alleen maar koeien kijken er, hier. Lekker luchtje ook. Maar ik vind het 10 keer minder erg, zo'n echte soep. Een echte vind ik zoveel gedoe. Oh ja, dat is wel leuk. Alleen dit. Spontaan, ja, inderdaad. Nou ja, wat je zegt, het ligt daar en dat is die niet goed. Ja, en dan, ja, leuk. Ja, ik wil heel even mijn broek optillen. Ja, ik zie het. Want het leek net of ik wat neer zit. Nee, dit is wel relaxed, hè? Ja. Ah, oh, mooie voetjes allemaal. Is de zwaai terug. Ik ben wel blij als op het land staan de koeien. Dat is wel leuker, hè? Ik ben meer dat ik bang ben dat die auto uit elkaar valt. Oh. En jij kan ook alles, man. Oké? Zo, ja. Super lenig. Oké. Okay. Wat leuk. Kijk, zie je de bedoeling? Ja, dan zie ik wel nu echt recht in je kruis te kijken als je zo blijft. Ja. Dat is echt niet, dit is een oldtimer, jongens, deze auto. Ik zou heel veel hebben.
ben even met eten bezig. Ben je met eten bezig? Wat ga je eten dan straks? Ja, want je hebt vandaag je dag dat je alles mag eten. Ja, dat heb ik wel goed gepland. Ja, ja ik ja. ook om vandaag met jou mee te gaan. Ja, ja. Oké. Okay. Ja? Is hij mooi? Ja, warm dit hoor. Oh ja, heel mooi. Ja, dus zijn je power bij open nog een beetje erbij? Ja, daar zijn ze heel blij mee. Ja, daar ging het om voor mij. Ja, ja, dat dacht ik. Maakt ze ook weer blij, ja, dat toch? Ik schade heb gereden. Hè? Ja, maar dat kan gebeuren. Ja, oké. Okay. En je blijft natuurlijk toch een vrouw. Nou, ik was het zelf niet. Oh. Dat is nog het ergste. Ja. Het was mijn tourmanager juist. Aha. Ja, dat is een beetje jammer, hè? De echte tourmanager. Ja, mijn echte. Ja. Niet mijn stand-in. Nee. Oké. Okay. Maar ga jij wel rijden? Ik ga wel rijden. Ah, okay. Ja. Oké. Okay. Ik kom aan, joggen. Of, want je hebt natuurlijk die focus echt nodig. Ik blijf gewoon hier staan en jij komt gewoon langzaam, zoals Baywatch. Behind the scenes. Super slow-mo. Is dat heel gek? Dat heel nee hoor. Dat is heel normaal. Oh ja. Ah, dit lijkt net niet. Dit lijkt net een catwalk. Dit lijkt net alsof ik op een catwalk loop. Oké, okay, nee, we moeten daar even passeren, ben ik wel. Gewoon, of even rekken of zo. Ja, kan ook. Wat mooier mijn lichaam uitkomt, jongens. Zal ik even trekken op de achtergrond? Ja. Heerlijk. Ik ben al aan. We hebben een kolder. Zie je het nu niet? Nee. Ben je altijd zo van overal net op tijd zijn? Of ben je altijd iemand van... Ik merk dat ik het laatste tijd op afspraken wel heb. Maar dat komt meer omdat die vorige afspraak uitliep. Ja. Maar als ik zelf meestal als eerst wegga, dus naar mijn eerste, ben ik meestal wel op tijd. Eigenlijk altijd wel. En op mijn boekingen ben ik altijd 15 minuten van tevoren aanwezig. Oké. Okay. En vandaag voor je lancering is gewoon even, ja, omdat het ook een beetje chaotisch is. Ja, maar ook. Omdat ik nog die foto's van tevoren moest maken. Sorry. Omdat ik die foto's van tevoren nog moest maken en... Ja, en dan moet je dat nog even pakken en dit en dat. Ja, en ik ben altijd alles kwijt. Waarschijnlijk zit die autosleutel gewoon in mijn tas. Heb ik net niet goed gekeken. Maar ja, of hij ligt ergens in een... wat top. Als jij dat even doet. Ja. Dat is als je zelf kan autorijden. Dan weet je wanneer je moet schakelen, hè? Ja, dan voel je het, hè? Ik heb het echt... Oh, een luchtje. Dat... Of had ik dat al op een luchtje? Raak je dat wel? Ja, ik raak wel een luchtje, ja. Oh. Weet ik dus eigenlijk niet meer. Nou ja, we zitten in de auto. Ondertussen word ik ook gefilmd door de eenmalige tourmanager Jeffrey. Die is behind the scenes vandaag met me mee aan het draaien. Misschien kan je vertellen waar mensen dat terug kunnen zien? Nou, dat staat binnenkort op mijn Facebook, Jeffrey Schenk. En ook op YouTube uiteindelijk. Het zal een paar weekjes duren, denk ik. Oké, okay, nou ja, dan ik geef jullie wel weer even een seintje. Ja. In ieder geval zijn wij onderweg, zijn bijna bij de Bijkorf. Het is 3:50, om 4:00 begint de lancering, maar je weet hoe die dingen gaan, die lopen gewoon uit. Ik heb nog niet op mijn telefoon gekeken. Ik ga dat nu doen. Ik denk dat er heel veel mensen hebben geappt al. Maar het was een beetje hectiek met allemaal foto's maken voor social media nog. En nu dit. Nou ja, toch wel weer een mijlpaal, jongens. We hebben het weer gefixt gewoon. Yeah. Ja, ik ben ook wel blij dat deze dag weer voorbij is hoor. Ja, ging weer van alles mis natuurlijk vannacht. Vannacht met de webshop en alles. Wat er allemaal mis kan gaan. Maar we hebben het gedaan. Als jullie vandaag hadden meegekeken behind the scene. Dan hadden jullie echt een stukje uit mijn leven gezien. Nou, ik heb het een beetje meegemaakt. Maar dat is best heftig. Maar, ja, echt. We zijn er. 4:00 later. Ja. Oké. Okay. Nou, 5 minuten van tevoren. En we rijden de Bijkorf in. We hebben het door de drukte gered. Ben je er klaar voor? Ja. Stijgt de spanning of niet? Nou, een klein beetje, omdat die spies toch niet echt heb voorbereid. Maar voor de rest, wat kan er misgaan? De kleding is al mooi, toch? Dus, ja. Maar het is wel
spannend. Ja, dat is spannend. Iedereen komt nu, iedereen heeft een mening. En... wat zullen ze ervan vinden? Ja. Ja, maar hoe gaaf is het dat het wel bij de bijkorf ligt? Ja. Dat is toch, er zijn maar weinig bijkorven in Nederland. Ja. Best exclusief. Ja. Dus nee, dat is echt top, maar ook Zalando. En Zalando Duitsland en zo. Dit is gewoon eentje nog omhoog. Schat, moeten we. Ja, zo doen we. Ja, nog eentje. Ja, dat is toch heel gaaf. Ja, als jij het zo hebt voor alles. Want er was laatst een hoofd afgegaan in een filmpje van iemand met een lift. Van een moeder. Die net bevallen was, was haar hoofd eraf. Ja. Lekker leuk verhaal zeg. Nee, dat is echt waar. Pas nou maar op met liftdeuren alsjeblieft. Ja, is dat je geluks... Nou ja, het is de armband van mijn vriend, maar dat is van lavasteen. Heb ik zelf voor hem gekocht. En dat is voor negatieve dingen buiten te houden. Oh kijk, hier is de... maar dit is het niet. Oh. Hallo. Hallo. Moet hem ook, hè? Ja, kijk dus, oh, oké, okay. Negatieve dingen. Ja, lavasteen is voor negativiteit van buitenaf. Dus dan dacht ik toch, oh, die wil ik toch even om vandaag. Ja, dat je in de belangstelling staat en media en zijn ook altijd natuurlijk mensen. Dus jij zijn negatief mensen, bestaan die, zegt hij net tegen mij. Ik zeg ja, schat, die bestaan. Oh, die is hallo, lieve mensen. Hoe is het? Goed. Is het lekker allemaal? Ik heb een hapje. Ja, ik heb er die vier, dacht ik. Mag. Hallo. Nee, nou is het daar. Ja, ik pik dat voor iedereen heet, heb ik zo'n vier. Als er zo'n bordje is, dan pak je de vork en dan... Maar die vier dagen dan. Maar ja, dat doe ik dan echt. Ja. Wie meedeed. Nee. Joost. Oh. Ik ben ook jouw tassenman, oh, ja. Hè, tegen oh ja, ja, top. Ja, dat je met toch mee. Ik ben echt een vergiet. Zie, ik was mijn tas alweer vergeten met mijn hele hebben en houden. Oh, Jorin, die iPhone 7 zit daar. Misschien kan je daar nog even... Mag ik die foto's doen? Die laatste? Heel graag. Ja, dat is een hele belangrijke dag. Ik denk wel, zakelijk gezien, de uur belangrijkste dag van het jaar vandaag. Ik ga het Imperium, twee boeken, hè? Twee, hè? Ja. Is uitbreiden naar de kledinglijn. En wanneer is dat idee ontstaan en wanneer dacht ik dat voor een boek? Nou, het idee ontstond toen er heel vaak aan mij werd gevraagd. Mijn verhaal is wel belangrijk. Sorry, het staat zo ook. Als allereerst wil ik jullie bedanken dat jullie hier allemaal zijn gekomen voor mijn moeder. En ja, lieve man, ik ben echt ontzettend trots op jou en hoe je dit allemaal voor elkaar hebt gekregen na het afgelopen jaar wat we hebben meegemaakt. En ja, meer kan ik eigenlijk niet zeggen. Je bent echt mijn allergrootste inspiratiebron en
je verdient de hele wereld. Ik ben ook niet huilen vandaag, want ik dacht ik heb op elke lancering lopen janken en vandaag gaan we het niet doen. Maar het is niet gelukt. Ik ben ook super trots op jou en natuurlijk ook klein is jij. Jullie doen het geweldig. En voor jullie doe ik het uiteindelijk ook allemaal natuurlijk, want jullie zijn het allerbelangrijkste in mijn leven. En ik weet nou helemaal niet zoveel van Stijling af, dus eigenlijk is dit mijn kleine inspiratiebron. Ik ben een beetje ouder en zij volgen natuurlijk de laatste trends, dus ik laat me juist inspireren door Irem. Ik ben super trots. Volgens mij is Annette nog 3 keer heen en weer naar China gegaan, omdat inderdaad dat kruis te laat ging. Maar het ziet er nu helemaal super mooi uit. Ik heb hier de basic aan vandaag. En ik ben blij dat hun erbij zijn, want alleen had ik het inderdaad niet gekund, want ik ben geen superwoman, ik ben ook gewoon een mens. Maar samen hebben we iets heel moois neergezet, waar ik heel trots op ben. En ik hoop dat jullie er ook van gaan genieten. Nou, dat was het. Ik ben niet zo goed in boksen. Nee, trouwens, zijn hier boksers volgens mij aanwezig? Moet ik dit echt doen? Volgens mij zijn er ook andere mensen die dat veel beter doen. Maar ik ga het één keer proberen. Ja, gelukkig, dat mag niet. Ik vond het waanzinnig leuk vandaag met je. Ja? Nou ja, ik denk van, wat ben jij nou voor type? Wist je dat niet? Had je dat geen idee? Nee, niet echt. Maar het is me goed bevallen. Ja? Oh, ja. Mooi. En anders als verwacht? Dat ben ik dan wel benieuwd naar altijd. Nee, wel heel positief eigenlijk. Ja, leuker denk ik dan misschien dat ik had verwacht. Vooral hysterisch vond ik het. Vooral hectisch. Ja, dat wel. Ik ben ook blij wel dat het voorbij is. Echt, ja, we zitten nu even dus bij de bijenkorf buiten en het is wel goed voorbij. Gegaan. Ja. Het was wel heel leuk, toch? Ja. Allemaal goed gegaan? Ja, goede pers ook en Women's Health en Grazia en niet Telegraaf, maar wel RTL Boulevard. Dus ja, het is wel leuk allemaal als het vanavond online komt en zo. Kijken wat het doet, het merk. Ja, maar dat wordt toch een knaller. Ik heb iedereen die ik om me heen hoorde, die zei allemaal van echt een waanzinnige kwaliteit. En, ja, dat was echt het belangrijkste. En ook het allermoeilijkste. Ja. Ik ben blij dat het gelukt is. Het gaat gewoon helemaal lukken. Dankjewel, Annie. Ja, nou, ik vond het heel leuk. Nou, ik ga jou zo weer naar huis brengen natuurlijk. En jullie bedankt voor het kijken. En tot volgende week weer met een andere leuke gast. Maar of het net zo leuk wordt als met Faya, dat weet ik niet. Nee, het was hysterisch. En dat vind ik altijd wel leuk. Dus, tot volgende week.